guys. Jullie vragen je waarschijnlijk allemaal af, hoe de fuck is dit mogelijk? Hoe de fuck kan het dat er ineens een iPhone motherfucking 6S 64 motherfucking gigabyte in mijn kamer ligt wel? Jarne weet het ook niet. Eigenlijk weten wij het wel, maar dat ga ik niet in deze video vertellen. Ik ga daar een volledige video aan spenderen en die video komt morgen online. Dus wil jij weten hoe de fuck het mogelijk is dat ik dit prachtding hier heb liggen? Ja, dan moet je dat gewoon doen. Dus dames en heren, laten we aan de video beginnen. Let's go. Hallo mensen! Hallo! Mijn naam is Nathan, aka zit op mijn nieuwe video! Dat was weer echt de debielste opening ooit. Ik zit altijd te zeggen dat ik te weinig tijd heb om dingen te doen. Maar als ik dan wel tijd heb, dan doe ik dit. Holy shit! Kinderdroom die gewoon reality. Wow! Wow! Als je reden zoekt om een like te geven, doe het dan hiervoor. Ik heb hier 3 uur aan gewerkt. En... Hey stuitert! Ga ik de school voor deze awesome rekkerbal? Let's go! Sommigen van jullie denken waarschijnlijk dat de thumbnail clickbait was, dat de titel clickbait was, dat het allemaal fake shit is. Dat is het niet. Het is gewoon echt. Het is een raar verhaal, maar is wel true. En ik ga het nu aan jullie vertellen. Ik heb nog nooit aan iemand verteld. Let's go! We spelen by the way Black Ops 3. Echt een van mijn favoriete games tot nu toe. Ja, gewoon van dit jaar. Ik vind het gewoon een awesome spel. Meer kan ik er niet over zeggen. Ik speel het fucking graag. Ik vind het fucking leuk. Ik ben er pittig goed in. Dus ja, het is gewoon een goed spel. Vandaag gaan we het hebben over iets wat heel gevoelig ligt bij mij. Omdat ik weet niet, ik heb me er eigenlijk heel veel voor geschaamd. Anders was het ook nooit gebeurd. Heel raar om hierover te beginnen, maar ik ga het toch gewoon doen. En ik weet ook niet echt hoe ik het moet openen naar jullie. Een beetje raar, weet je. Voor ik aan YouTube begon, had ik flaporen. Maar echt fucking flappies. Echt oren die zo stonden. Het was fucking erg. Als ik een pet aandeed, dan flapte mijn oren er altijd uit. Het was fucked up. Het waren 2 grote vleugels die aan mijn hoofd hangden. En ja, ik heb die heel lang gehad. Omdat in het begin van je leven boeit dat je niet echt. Dan interesseert je uiterlijk echt niks. Op een bepaalde leeftijd kom je toch op dat moment waar je geïnteresseerd komt in meisjes. En dat je toch denkt, ben ik wel pretty? En dan keek ik in de spiegel en dan zag ik elke keer 2 van die gigantische fucking, weet ik veel, vleugels aan mijn hoofd hangen. En ik wist niet wat ik daarmee moest doen. Het was alsof dat ik, ja, ik leek gewoon op die fucking olifant. En ik vergeet zijn naam altijd, maar die olifant dat kon vliegen met zijn oren. Omdat ze zo groot waren. Ik vergeet zijn naam altijd. Oh my god, wat gebeurt er hier? Wow. Moet ik hier nu eens schieten of zo? Oh my god, hij leefde. What the fuck? Random. Ja, fuck dat. Ik kan niet op zijn naam komen. Fuck dat. Ik had dus flaporen. En toen ik 13 jaar oud was, stoorde mij dat enorm dat ik flappies had. Op een bepaald moment heeft er daar een meisje iets van gezegd. Op een kamp of zo. En ik was daar echt fucking hard van aangedaan. Het was niet eens slecht bedoeld. Ze zei gewoon iets van mijn oren toen ik had een pet aan. En vroeger droeg ik mijn pet altijd naar voren. Ik droeg mijn pet bijna altijd zo toen ik nog lang haar had. En mijn oren flapten daar fucking hard uit. Je kan bijna zeggen dat mijn oren gewoon echt vlak stonden. Evenwijdig met mijn hoofd. En ja, toen ik terugkwam van dat kamp, heb ik gewoon gezegd tegen mijn ouders: ik heb flaporen, ik ben het beu, ik wil geen flaporen meer. Een maand later ben ik geopereerd. Een fucking cosmetische operatie. Ik had nooit gedacht van mezelf dat ik, weet ik veel, chirurgie ging ondergaan. Dat ik onder het mes ging gaan in het ziekenhuis. En dan, ja, dan lag ik daar, geopereerd, aan mijn oren. Fucking pijnlijke, echt waar. Het is fucking pijnlijk. Zonder bluff, het is het pijnlijkste wat ik ooit heb gehad. Het voelt alsof je, het is echt fucked. Alsof ze je hoofd breken. Het is heel raar proces. Ze breken je kraakbeen en je oren. Ze plooien je oren zoals je ze wil. Maar het resultaat mag er wel zijn, want ik heb geen flaporen meer. Het grootste probleem was natuurlijk, vroeger had ik ook 2 tanden die echt zo, ja, gewoon op een konijn leken. Dan had ik nog eens fucking flaporen. Ja, ik leek gewoon op een haas. Maar ik schaamde me ervoor. Heb me eraan laten opereren. En ja, eigenlijk is dat altijd gewoon het gespreksonderwerp in de klas als we praten over cosmetica. Als we praten over chirurgie, over dingen die je kan laten doen aan je lichaam om je gelukkiger te voelen, valt dat altijd ter sprake. Dan is er altijd wel iemand in mijn klas die zegt: hé, Nota heeft zijn oren laten opereren omdat hij flaporen had. En dan praat ik daar gewoon over omdat het zo is. Ik heb mijn oren laten opereren omdat ik flaporen had. Ik kan niet zeggen dat ik me beklaag, zeker niet. Ik ben er fucking tevreden van. Super mooi gedaan ook. Als je je schaamt om iets te laten veranderen aan je lichaam en je denkt van jezelf dat je er gelukkiger van gaat worden, doe het dan gewoon. Boeit allemaal niet. Ik denk dat ik dit jaar zelf nog eens onder het mes ga. Dan is het hiervoor. Zien jullie het? Ja, daarvoor dus, voor mijn halve tand. Er komt een stukje bij mijn halve tand. En er wordt een stuk van mijn tandvlees weggesneden of zo. Ik heb blijkbaar te veel tandvlees. I don't know. Laat zeker weten in de comments of er nog mensen zijn die er hebben uitgezien als mij. Want ik zag er echt fucking eng uit. Het was alsof mijn hoofd helemaal ingepakt was. En dat was eigenlijk ook gewoon zo. Ik leek echt op een fucking paasei. Ik moest daarmee naar school. Ik moest met dat pak naar school. Ik kon mijn haar niet wassen. Ik kon bijna niks doen. Ik heb gewoon een fucking maand mijn haar niet kunnen wassen. Er zat fucking
pakketje rond mijn hoofd. Ik was net een fucking kerstcadeau. Ja, het was fucked. Maar ik heb het wel laten doen, ik ben er heel tevreden van. Mijn oren doen ook geen pijn meer. Ze hebben zo nog een maandje pijn gedaan en dan, nu is dat gewoon oké. Op school keek iedereen mij natuurlijk wel raar aan, omdat ik zo helemaal ingepakt hoofd had en niemand wist wat er was gebeurd. Iedereen dacht dat ik was aangereden door een auto of zo. Dat echt iets fucked was gebeurd met mij. Maar ik had wel fucking veel pijn. De pijn was echt niet normaal. Ik heb dan echt gewoon een maand. Ik heb fucking veel pijnstillers geslikt. Ik had super veel pijn. Ik heb een hele maand fucking veel pijnstillers geslikt. En let's go. There a kill around here. Ik ben misschien wel nooit gepest met mijn flaporen. Maar ik schaamde mezelf er wel heel hard voor. Maar ja, het is altijd wel raar als je van jezelf al ziet dat je heel grote oren hebt. En als je er iets aan kan laten doen. Waarom ook niet? Neem mijn rekkerbal erbij. Ik geef hem een kopstoot. Ja, dat was weer oké. Bedankt om te kijken in deze video. Vond jij het nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Check de video van gisteren als je die nog niet hebt gezien. En check dan de video van eergisteren als je die ook nog niet hebt gezien. Gisteren heb ik de condom challenge gedaan. Was super leuk, dames en heren. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, adios. Bitches. Ja, you. Yeah. Oké. Hallo.